allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb mijn zonnebril op. Dat kan ik best wel afdoen eigenlijk, want de zon is ook weg. En Roos en ik gaan vandaag het grote dilemma op dinsdagspel spelen. Yay! We leggen twee kaarten neer, de twee bovenste. En er staan dan twee verschillende dilemma's op. En ik ga dan raden wat Roos Marijn zou zeggen. Heeft ze het goed geraden? Dan krijg ik de twee kaarten. Oh ja. Dat is een goed idee. Dan krijg ik de twee kaarten en als... Fouten. Ik heb fout heb, dan krijg jij de teken. Wie het eind de meeste kaarten heeft, die heeft gewonnen. Is de winnaar! Ik hoop dat jullie het nog begrijpen. Ik hoop dat wij het nog begrijpen. We gaan spelen. Oké, pak jij twee kaarten? Ja. Oké, de eerste is... Je moet in het openbaar vervoer altijd bij een vreemde op schoot zitten. Op schoot nog wel? Ja, op schoot. En de tweede is... Je mag pas praten wanneer je je vinger op hebt gestoken en van iemand de beurt hebt gekregen. Dus altijd, denk ik. Hoe moet ik nu gaan bedenken wat jij zou doen? Ik denk dat jij voor deze zou kiezen. Ja, dat is echt super easy. Ik ga echt niet bij iemand op schoot zitten. Ja, Roos Marijn die wil denk ik pas gaan praten op het manier dat ze er... Ik heb daar geen problemen mee. Ook al praat ik schijnbaar altijd door mensen heen te praten. Ja, ik ook. Maar... Ja. Ik denk eerder nog liever voor altijd je mond te houden dan dat je bij een wildvreemde op schoot zou gaan zitten. Voor het openbaar vervoer. Als je schuilt of vloekt, moet je je mond spoelen met zeep. Maar ze kunnen dat toch niet lezen. Dan moet je echt helemaal... Oké. Zitten. Ja. Of als je een puist ziet bij iemand anders, moet je die uitknijpen. Oké, waar denk je dat ik voor zou kiezen? Ik denk dat jij de puist... Nee, je hebt echt fout! Ik zorg gewoon ervoor dat ik nooit meer scheld. Ja, ben je wildvreemde? Maar ik vind het vooral heel grappig om dit te zeggen, omdat Anna als ze een puist bij mij ziet, dan is het binnen 3 seconden... Ja, bij jou. Maar dat, jij bent familie. Ja, maar daarom zei ik het. Ik wist wel dat je voor die andere ging kiezen, maar... Oh, dus je laat mij gewoon winnen nu? Ja, eigenlijk wel. Okay. Als iemand een taalfout maakt, geef je diegene een corrigerende tik. Je moet elke avond een 5 gangen diner bereiden. Ik denk dat Roos zou kiezen voor... U mag eerst zelf ook even nadenken. Oh, Roos moet even nadenken. Ja, ik weet het niet snel. Weet je het niet? Nee, ja, ik weet het wel. Ik denk dat ik mezelf van de domme zou houden en gewoon net zo de taalfouten niet hoor. Ja, maar wat zou ik kiezen? Ik denk dat je ook voor deze gaat. Ja, ik geef iedereen wel een corrigerende tip. Wow, I'm going strong! Ja, maar dat komt omdat ik iedereen sowieso al corrigeer. Dus dan als ik nog een tik bij te doen, maakt niet zoveel uit. Oké. Je mag alleen nog maar kleding van je moeder / vader dragen. Leuke glitterbesje van mama. Of je moet altijd binnen de lijntjes van de stoeptegels lopen. Oh my god. Ik denk dat Roos zou... Weet je al wat je wil? Of moet ik nu kiezen? Nee, ik moet voor jou kiezen wat jij gaat doen. Maar ik denk dat je altijd binnen de lijntjes van de stoeptegels gaat lopen. Nee. Hoe gaat dat met hardlopen dan? Oh ja. Dat kan niet. Ik zou dat wel doen, want dat doe ik nu ook al. Ja, maar ik doe dat niet met hardlopen. Nee, maar mama heeft best een goede kleding gemaakt. Oké. Alleen dat glittervestje. Ja, alleen dat glittervestje. Maar ik ken mij echt slecht trouwens. Nee, maar ik weet het wel, maar ik heb geen zin om er goed op te reageren. Oh. Want ik vind die andere antwoorden leuker. Oké. Als je hardop lacht, krijg je een stroomschok. Of als je een sieraad ziet, probeer je het af te pakken. Waarom krijg je het ook eens van die makkelijke dilemma's? Ik ga. Ga je? Anders kom ik ook op die video's op. Is goed, kom maar. Nee. Oké. Als je hardop lacht, krijg je een stroomschok. Of als je een sieraad ziet, probeer het af te pakken. Ik zou ook echt niet weten wat jij kiest. Dit is echt een makkelijk dilemma. Ik denk dat Rosmarijn, als je hardop lacht, krijg je een stroomschok. Ja, ik kan makkelijk gewoon nooit meer lachen van de rest van mijn leven. Dat is echt... Haha, het is echt zo lachend. Ja, maar niet hardop. Hahaha. Dat zou ik makkelijk in kunnen houden, denk ik. Voordat je gaat slapen, moet je een sudoku-puzzel van 5 sterren niveau oplossen. Ik dit doet Roos volgens mij iedere avond. Vrijwillig. Het arme vriendje van Roos. Alleen maar sudoku's. Ik maak 6 sterren sudoku. Ja, ik maak 7 sterren. Je moet altijd plakstift op je lippen smeren. Oh, ik
Moet ik nu kiezen? Nee, ik moet kiezen voor jou. Ja, ik denk toch dat je voor de Sudoku gaat. Ja. Al is het maar op je mobiel. Ja, dat sowieso. Ik denk dat ik gewoon een cursus... Je komt niet tegen iets op je lippen. Nee, ik doe gewoon een cursusje Sudoku bij Roos. Want die is super slim en die kan heel goed Sudoku. En normaal kijk je altijd op je mobiel voor het slapen gaan. En nu is Sudoku oplossen. Ja, ik denk dat het best slaapverwekkend is. Ja, ik denk het ook voor jou helemaal. Ja. Okay, jij bent... Als je in een lift naast iemand staat, moet je er heel dicht tegenaan staan. Of als je niest, komt er yoghurt uit je neus. Je hebt best wel veel last van hooikoorts. Ik weet mijn antwoord. Ik denk dat je voor deze gaat. Ja. Als je in een lift naast iemand aanstaat, moet je... Ja, dat zou je niet heel erg vinden. Nee, ik vind het niet erg om dicht tegen. Nee, als je niet op schoot hoeft. Nee, inderdaad. Maar het zou wel heel awkward zijn als je met z'n tweeën in een lift staat en jij moet er heel dicht tegen haar staan. Terwijl een druppel opschieten. Het zou wel heel lullig zijn als dan... Druppels gaan. Ja, komt goed. We zijn geen watjes. Het zou natuurlijk wel lullig zijn als je met z'n tweeën in buiten staat. Dan ga ik gewoon met mijn rug naar die persoon. Ik zie heel vaak mensen die gewoon met een rug vlak voor een andere persoon gaan staan. Oké, dan heb ik het door. Je moet je partner overal naartoe brengen op je rug. Dat is bij jou niet zo moeilijk. Nee, Peter brengt me sowieso. Jij brengt me toch sowieso overal op je rug naartoe. Nee, maar jij moet hem. Ja, dat gaat bij mij niet lukken. Of je hebt altijd een zwaarlicht met sirene op je hoofd als je buiten bent. Nou, ik denk dat je toch echt voor deze gaat. Nee, man, Anne, ik moet beslissen over jou. Oké, laten we maar een andere doen dan. Oh, moet je beslissen over mij? Oké, is goed. Ja, ik ga toch... Oké, sorry. Waar zou ik voor gaan? Ja, als je niet zegt... Maar ik heb geen partner, dus dat is super makkelijk. Ja, inderdaad. Roos is mijn enige partner en Roos weegt niks, dus dat is makkelijk. Ja, maar je gaat echt niet met de sirene op je lopen. Nee. Maar laat mij ook eentje een keer hebben. Je mag alleen op mijn leer dragen. Je zet bij elke twee stappen eentje terug. Ik denk dat jij voor alleen op mijn leer zou gaan. Ja, dat is waar. Ik vraag me alleen af hoe een leren string zit, maar... Oh, dan draag ik geen ondergoed meer. Oh, goed. En dan in bed dan? Dan draag je ook gewoon niks. Nee, ik slaap wel. En hardlopen dan? Ja, en een leren. Ademt niet echt heel lekker. Nee. Oké. Zullen we de laatste doen? Ja, maar je hebt sowieso wel gewonnen. Want ja, maar je moet sowieso aan mij doen. Je hoort altijd het geluid van een stofzuiger in je hoofd. Oh, goed, ja. Dat zou je verschrikkelijk vinden. Of bij huisfeestjes moet je altijd onder de tafel zitten. Ik weet dat jij niet tegen geluidjes aan je hoofd kan ook, maar... Ja, ik denk echt dat je bij een huisfeestje... Ik ga gewoon niet naar huisfeestjes. Nee, oplossing! Nou, dit was het Dilemma Winterspel. Het gaat nu ontzettend hard regenen. Anne heeft alles goed gehad over mij. Ja, eigenlijk ken ik jou best wel goed. Ja, oké, maar de eerste twee keer die vond ik gewoon grappig om niet. Dus eigenlijk had je net zoveel goed over mij als ik over jou had. Ik had, als ik even wat serieus had nagedacht, had ik alles goed kunnen hebben. Oké. Nou, dit was dus het Dilemma op Dinsdagspel. Bedankt voor het kijken naar deze video. Binnenkort vlogs vanuit Italië. Woo! Van zowel mij als van mij. Rosie! Yay! She's going to vlog again! Yay!